Prachtig, Daft Punk met Within. Wat is nou jouw visie op de toekomst van elektronica en robotisering in de maatschappij, Peter Paul? Um, do, 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 zo, ik doe zo, wij zijn nu 17 jaar bezig, mm -hmm. maar ik zit eigenlijk al 30 jaar in het vak van elektronica. Ja. En, uh, ik leer het meeste van mijn klanten. Uh, waar ik ben, waar ik mee omga en met wie ik. Uh, uh, zaken doen en die mensen dat zijn eigenlijk de mensen waarvan uh, waarvan ik het meeste leer ook en uh, ik zie nu dus ook wel dingen gebeuren die heel belangrijk zijn uh, voor onze uh, nabije toekomst waarvan ik eigenlijk ook denk van goh, daar zouden we eigenlijk een beetje voor moeten oppassen en we moeten ook uitkijken dat we geen verkeerde uh, dingen gaan inzetten op de verkeerde manier uh, de robotten die wij hebben die zijn hartstikke onschuldig. Ja. Die hoef je alleen maar te vertellen wat ze moeten doen. Maar er zijn grotere bedrijven zoals Honda en Philips en allemaal dat soort multinationals. Die zitten eigenlijk op dezelfde manier te ontwikkelen. Want er is gewoon een open markt. Bijvoorbeeld de zorg of de ouderenzorg. Daar is een heel groot gat waar gewoon heel belangrijk is dat dat opgevuld gaat worden en dat die robots die zijn daar. Heel goed voor. Een toepassing van. Ja, zeker. Maar eh, zodra je eh, zeg maar over artificial intelligence gaat praten, dan wordt het ook wel een beetje eng natuurlijk. Hè? Ja, maar als ze zelf leren, de zelflerende robots ja. En, uh... ja, ja. Als het als ja, ik, ik, ik zet er een, een maar bij. Ik zie al heel lang ontwikkelingen in de elektronica. De meest revolutionaire die kennen we allemaal. Dus dat is dat even telefoon geweest, de GSM, internet. Eh, internet is er eigenlijk. Eind jaren 90 begon dat een beetje op gang te komen. We zitten nu in 2017 en we kunnen niet meer zonder. En eh, er zijn heel veel ontwikkelingen op elektronica-gebied. in samenwerking met de chemische industrie. waar gewoon ontzettend veel eh, gebeurt. Eh, dus de, de, elke dag studeren er. ik weet niet hoeveel engineers af. ik kan geen getallen noemen. maar die gaan allemaal ontwikkelen. Dus die acceleratie van kennis en kennisoverdracht. gaat heel erg snel. Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor zelflerende robots. En daar gaat het nog sneller. Ja, dus zo gauw wij een robot geprogrammeerd hebben, halen we die programma's er niet meer uit. Dat wordt alleen maar uitgebreid. Ja. Dus zo'n robot gaat steeds meer kunnen. Dat klopt. Ja. ja, en er was een proef met Google en Microsoft, ieder afzonderlijk, dat ze robots met elkaar lieten praten. Ja, dat was eigenlijk dat was een project van Facebook. Dus daar, die ontwikkelden een eigen taal. En dat hebben ze toen wel stopgezet. Want ja, je ze weet kon niet, het niet meer, meer volgen. Nee, ze, je kan het niet meer volgen. Hè? Dus dat is, wel, uh, ja, dat is wel een beetje creepy. <laughs> ja, dat is heel eng. Gelukkig kon ze de stekker er nog uittrekken. Hè? Ja, 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 ja. Nou, zolang de mensen bij zijn, wel hè? Dat is het punt. Dat is het punt. Op een gegeven moment dan gaat het gewoon uh, out of control. Precies. We gaan uh, luisteren naar het volgende nummer. En uh, dan zullen we eventjes weer over wat mooiere dingen gaan praten. Wat is, hier komt die Meola met café 1930.